meneer, heeft u wat geld voor mij? Om te eten. Geld? Ik heb een baan voor je. Kan je werken voor je geld? Een paar eurotjes voor oliebollen. Is u ook voor mij kerst? Kerst? Donder op met je kerst. Goedemorgen, meneer Scrooge. Zou u misschien een lekkere verse pot koffie willen? Koffie? Dat is goed. Maar niet zoveel als gisteren, want toen heb ik een halve pot moeten weggieten. En dat is zonde. Ja, dat is goed, meneer Scrooge. Oh, voordat ik het vergeet, zou ik misschien iets eerder weg mogen vanmiddag. Dan kan ik nog snel wat kerstinkopen doen. En mijn vrouw vroeg of dat u misschien dit jaar wel kerst bij ons zou willen komen vieren. Tijd is geld, Bob. Dat weet je donders goed. En je weet dat ik een hekel heb aan kerst. Dus nee. Bob, wat gaan we doen? Ik had toch gevraagd dat ik eerder naar huis mocht? Dankjewel, meneer Scrooge. Fijne kerstdagen nog. Van drie van mijn collega's. De spook van het verleden, de spook van het heden en de spook van de toekomst. En wat komen ze nou doen? Zij komen stuk voor stuk bij jou langs om een boodschap aan jou door te geven. Ik hou helemaal niet van bezoek. Ik zit er echt niet op te wachten. Ja, maar het is zo, zo belangrijk. En toch, je zal er heel veel ook aan hebben. Waar ga je nou heen? Ik ga door naar een volgend... Maar waarom? Hier zit ik toch niet op te wachten? Ik snap daar helemaal niks van. Hey! Man, ik schrik me dood. Ik ben het waar. Wie ben je dan? Ik ben een spook uit het verleden. Mijn collega had gezegd dat ik zou komen. Oh ja, weer zo'n kerstspook. Weer een kerstspook? Ik ben een spook uit het verleden. En wat kom jij dan doen? Ik ga jou meenemen. En we gaan op reis. Ik heb geen zin in dat gedoe. We hebben helemaal geen zin. Je moet gewoon met ons mee. Je gaat met mij mee terug in de tijd. Mij maar een gele bosje bloemen voor mijn vrouw. Zo hoor je dat nou? Wat? Bosje bloemen voor zijn vrouw. Dat doe je dan nooit voor mij. Ja, bosje bloemen? Over 2 dagen zijn ze dood. Is toch zonde?
bakken daar. Een terrasje? Hoezo? Ja. Oh, lekker, even een bakkie. Een bakkie? Waarom gaan we hier een bakkie doen? Thuis is het toch veel goedkoper? Hé, hey, wat heb jij daar nou? Kerstboom, is toch leuk? Wat heeft dat wel niet gekost? Ja, wat maakt dat nou uit? We verdienen genoeg. Zonde zeg, echt zonde. En jij ook altijd? Jonge, jonge man. Hé, hey, wat is er nou aan de hand, joh? Ja, ik ben er helemaal klaar mee. Echt. Doe nou eens een beetje. Het is toch ook zonde, joh, van dat geld? Jij ook altijd. Maar je werkt er toch hard genoeg voor en dan voor zoiets kleins. Je doet echt nooit wat voor me. Echt helemaal niks. Maar wat wil je dan? Ja, gewoon. Weet ik veel. Het is gewoon klaar. Zonde. Waarom doen jullie me dit aan? Je moet leren van het verleden en het heden. En nu komt mijn collega, de hedenspook, die komt eraan. Wie niet in het klein niet eert, in het grote niet eert. Ik heb er toch geen zin in. Hallo? Hey! Man, 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 wat is dat joh? Niet zo schrikken man, ik ben de spook van het heden. Nou, daar ben ik mooi klaar mee. Jouw collega die heeft me alleen maar pijn gedaan, joh. We kunnen elkaar sprookjes vertellen, maar de waarheid is hard. Kom, ik neem je mee op reis. Zeker weer zo'n tijdreis? Nee, nee, nee. Ik ben de spook van het heden. We gaan naar de dag van vandaag. Daar ben ik mooi klaar. Kijk, mevrouw Marksijn, dit is de printer waar ik over sprak. Waar u fantastische afdrukken mee kunt maken. En zeker de kerstkaarten voor de komende dagen. Hé, hey, dat is die man van die printers. Ja, dat weet ik toch. Dat is die man die jou die mooie aanbieding heeft gemaakt. Maar dat vond jij bijzonder van je geld. Ja, dat is hartstikke handig. Ja, maar wat kost zo'n apparaat nou eigenlijk? Ik maak voor u een fantastische aanbieding. Echt, daar kunt u geen nee tegen zeggen. Dus dat gaan we in orde maken. Okay. Echt, ja, laatst had ik ook iemand zo'nzelfde aanbieding gedaan. Alleen, ik begrijp niet waarom die hem niet kocht. Maar het enige wat eruit kwam was, ik heb een hekel aan kerst. Dat moet die Ebenezer Scrooge geweest zijn, ja. Je moet echt van hele goede huizen komen, wil je hem wat verkopen hoor? Ja, ja echt. Ja, maar ja. Laten we het maar gewoon doen. Ja, je wil hem hebben? Ja, we doen er wel zo'n pak papier, want dan kan ik direct met de kerstkaart aan de slag. Maak het ja. Even nooit. Pap, mag ik een broodje? Ja, natuurlijk schat. Mag ik ook een broodje? Tuurlijk, lief schat. Dank je. Nou, ik hoop dat Scootje jou ook een beetje kerstfeer mag beleven. Heb je hem al niet uitgenodigd? Ja, natuurlijk wel, net als ieder jaar. Maar hij blijft verbitterd. Ik heb het best te doen met die man. Mm. Ik hoop dat hij ooit zal beseffen dat kerst ook een tijd is van vergeven. Wat bedoel je, schat? Nou ja, die met zijn gezicht naar het verleden staat, staat met zijn rug naar de toekomst. Oh, dat is een hele mooie gedachte. Ja. Waarom doen jullie me dit aan, man? We proberen je alleen maar te helpen, Scrooge. Maak geen zorgen, mijn collega van de toekomst komt snel. En dan wordt het allemaal duidelijk voor je. Fijne kerst, Scrooge. Fijne kerst. Oh, 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 wat is dit allemaal? Nee, niet weer. Waarom doen jullie me dit aan? Ik heb toch al genoeg meegemaakt. Wat doe je me aan? Wat neem je me mee naartoe? Wat is dit? Ik heb al genoeg verdriet gehad.
Nee, wat is dit? Nee, ik wil niet dood. Ik wil niet alleen sterven. Laat me met rust. Waarom doe je me dit aan? Wat is dit? Kijk eens, ik heb wat oliebollen voor je. Dankjewel. En ook nog wat geld natuurlijk. Prettige kerst, hè? Met slagerij Filippus, met Nick. Hallo, meneer Scrooge? Hallo? Ja. Ja, gourmetschotel deluxe? Oké. Ja, daar doe ik inderdaad wat gyros bij. Ja. Ja, dat ga ik voor u maken. Dank u wel, meneer Scrooge. Tot ziens. Goeiedag, ik heb een gourmetschotel voor 8 personen. Hier. Die heb ik niet eens besteld. Ja, ik moest die afgeven. Ik weet verder ook niet. Is er wat, schat? Ik heb niet eens een steengril. Nou, moet je eens kijken. Wat is dat? Ik heb geen idee. Varkenshaas en fazant. Gyros. Heb jij dat besteld? Nee, jij? Nee, ik weet van niks. Waar moeten we hiermee? Nou ja, meneer Scrooge. Komt u binnen? Kom binnen. Kijk eens jongens, cadeautjes voor jullie. Ja, die is voor jullie. Wow. Als het goed is, is het vlees al bezorgd, hè? Is dat van u? Kinderen, kom eens kijken! Wie is dat? Dat is meneer Scrooge. Hi, Ebenezer. Hi. Voor wie zijn die cadeaus? Die zijn voor jullie kinderen. Voor ons? Van wie dan? Van jullie ouders natuurlijk. Ja, eruit. Het is een rap hoor. Hij staat erop en cut! Yes! 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 Hey, hoppa, hoppa! Kijk eens aan. Ja, dit is hem hoor. De kerstfilm van de filmmakelaar. Samen met Business Open Kraling. We wensen jullie een fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar. Yes! Woo! Yes! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a happy Christmas.
Deze productie is mogelijk gemaakt door De Filmmakelaar.